superleuk als je kijkt naar een nieuwe video op kellykeresse.nl. Ik heb een hele leuke video voor jullie, namelijk voor de budget challenge. Voor 3 euro een maaltijd bereiden. Nou, die challenge kennen jullie natuurlijk van Serena van Beauty Lab. En zij heeft een heleboel bloggers en YouTubers uitgedaagd om mee te doen. En vandaag laat ik mijn recept zien. Dit is de pasta spinazzarella, zo noem ik hem. Een heerlijke pennenpasta met spinazie, mozzarella, uitje, lekkere katerspek, een beetje room mee door de spinazie à la crème. En ik heb heerlijke kruiden aan toegevoegd. En dit is het eindresultaat. Voor 2,86 euro was ik klaar en ik denk dat we hier wel weer 3-4 personen van kunnen eten. Ben je benieuwd hoe je dit maakt? Blijf dan vooral kijken. Ik ga laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb boodschappen gedaan bij de Lidl. Lekker goedkoop natuurlijk. Als eerste spinazie van de diepvries. Dit is à la crème, dus dat maakt het recept natuurlijk lekker romig. Een rode ui. Katerspek is natuurlijk lekker goedkoop, maar ook lekker romig en een beetje zoutig van smaak. Mozzarella kaas voor de garnering. Dat is natuurlijk lekker, gaat lekker smelten. En pennenpasta is natuurlijk heel lekker van smaak, maar ook goedkoop, dus ideaal. Voor de rode uien betaalde ik 69 cent voor de hele tros. De spinazie was 55 cent voor 450 gram. Katerspek 69 cent. Mozzarella was eigenlijk 49 cent, maar ging nu 30% af. Dus nou nog maar 35 cent. En de pennen was 55 cent. Zo, we gaan beginnen. Ik heb water opgezet voor de pasta. Die kan ik dadelijk koken en ik ga nu alles snijden. Ik begin met de ui en daarna ga ik de katerspek snijden. Mijn tip om niet te gaan huilen tijdens het snijden van uien is even je uien wassen en het scheelt echt een hele hoop tranen. Ik ga de pasta erin doen, want het water kookt. Ik doe er een vleugje olijfolie bij zodat de pasta niet gaat plakken. En een snufje zout. Mogen. Het gaat niet altijd goed. Maar goed, de uien zijn gesneden en ik ga nu de uien bakken in de pan. Dan gaan we olijfolie toevoegen. Bij de challenge mochten we gewoon olijfolie gebruiken. Ik kies deze olijfolie met een beetje knoflook erin. Deze is van de kerstcollectie van de Lidl, maar ik weet niet of ze die nog verkopen, maar andere winkels misschien wel. Die brengt het heel erg op smaak. En dan ga ik, als het een beetje warm wordt, ga ik de uien toevoegen. Dus ik heb er lekker veel ui aan toegevoegd, hou je daar niet van, gebruik dan wat minder. Ik heb de stukjes bewust wat groter gelaten, omdat ik dat heel lekker vind. Niet iedereen houdt daarvan, dus ja, stem dat af op je eigen smaak. Ik ga de katerspek snijden. En deze voeg ik toe in de pan. Dan ga ik de mozzarella alvast snijden. Als je de uien en het katerspek goed gebakken hebt, ga je de spinazie toevoegen. Pas op, doe dit op een laag vuurtje, anders gaat hij aanbranden. Belangrijk is dat je goed blijft roeren. De spinazie komt namelijk uit de diepvries. En daardoor heeft het natuurlijk risico sneller te verbranden. Ik heb de pennen net afgegoten en de saus is zeg maar klaar. Dus ik ga laten zien hoe je dit leuk kunt serveren. Je begint met de pennen. Zo. Dan de saus. Een beetje Italiaanse kruiden. En wat mozzarella. Zo. En je pasta is klaar. Dan is het tijd om te gaan smullen. Dat we natuurlijk even gaan proeven. Ik ben heel benieuwd. Erg lekker. De spinazie overheerst niet te veel. Hij is lekker kruidig. Ik vind hem helemaal geslaagd. Ik ben heel blij met dit recept. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je meer video's van mij wil zien. Ja, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ik ben benieuwd of je hem zelf ook gaat maken. Dus laat me weten in de comments. Dankjewel. Doei. En verder gewoon een gezellige dag ook.
mijn vader die brengt me weer, want ja, dat is wel fijn.